Nadat wij de levens hebben gered van iedereen, hebben wij nog twee locaties te gaan. Wij hebben keuze uit The Archives en The Workshop. Mm-hmm. Zeg het maar. Ik denk The Archives dan maar. Oké, daar gaan we. Daar is hij, de archivaris. 40 minuten. Vier sleutels. Met een bangetje. Ja, dus kijk hoe lang de andere duurt. In verband met de tijd. Oh, zelf. 40 minuten. Nou, dan gaan we gewoon de archives doen. Ja. Daar gaan we. Ja. Het is ook woensdag. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Accounting class. Oh, dat wordt rekenen, jongens. Oh jee. Redistributive robbery. Rekenen, dat is niet mijn sterkste kant. Dat is ook niet mijn sterkste kant. Maar als ze komen met priemgetallen of Fibonacci, dan komen we er wel. Ja, dat klopt. De D2 Escape Academy moeten we stelen. Dat komt goed. Not get caught, dat lijkt me een goed plan. Let's do this. Daar gaan we. Rob the Vault. No. Wat een rare achternaam heeft Rob. Good old fashioned head. Nou, daar gaan we. Ik heb een projector slide gevonden. Dat is een persoon. Ik heb ook een financial statement gevonden. Ik heb nog een projector slide gevonden. Waarop staat guys only. En drie klikknoppen. Klikknoppen. In windrichtingen. Oh, hier. Er zijn kluisjes die kunnen we indrukken hier in de muur. Ah, ik zie het, ja. Kunnen we hier wat mee? Motel. Oeh. Ja, dit is een invulopdracht, zie ik. Lock, purse, key, quantity. 6, 8, money, invest. Oh, joh. Dit is wat ik moet invullen op dit blad. Jefferson portfolio. Oh, het is een serie. Wat voor serie? Oh, jij hebt hier ook hier wat... Nee. Ik kijk naar jouw scherm. Nee. Het is gewoon een rijtje. Die eerste is pus. Want dat is het. Pus, lock, pus, key, pus. Oh, op die manier. Snap je? En de tweede is dat ook. Alleen de tweede zie ik niet. 6, 8 vraagteken, 7 vraagteken. Ik denk... Ik dacht dat het tweede bij 1 eraf was, maar dat kan niet. Nee. Maar die andere is dan 60 vraagteken, 60, 70, 50. April. Ja, de serie kan ook... Wat? Van links naar rechts misschien zijn. Ja, dat kan. Als in 7 is 70, 6 is 60, 8 is 80. Dus dan is de tweede is 6. Ja, en die laatste, en de laatste 5. Is 5. En dan is die 8 wordt dan 80. 80. Alleen die maand weten we er niet. Dat is dan misschien, ja, dat is de 7e maand. Nee, want 8 is mei. Nee. Dus er is iets niet goed. Maar die getallen en die euro's, dat klinkt wel logisch. Misschien is die pus niet goed. Nee, we weten pus is jun. En pus is ook jul. Lok is mee. Key weten we niet. Maar als key bijvoorbeeld april is, dan zou april daarboven ook key zijn. Ja. Nee, er gebeurt niks, dus niet goed. Lok is 8. Purchase date. Misschien moeten we meer informatie vinden. Oké. Hier is het. Misschien kun je iets harder hoesten. Ja, ik zal proberen niet te hoesten.
Even kijken, waar ben jij aanbeland? Ik heb muntjes nodig. Ik heb ook slides. Wat is dit voor bord? Ja, hier was ik net al. Het is een bingo bord, lijkt het. Hier is een viercijferslot. Ja. Er staan vormpjes op. Heb je dat gezien? Nee. Sterretjes, ruitjes en checkers. Ja, dat zijn die pijlen. Dat zijn die pijlen. Die sterretjes die lopen van 56 naar 53. Is het verschil misschien? Misschien. Dus dat is het verschil is 3. Sterretjes? Ja. 3. Dan heb je die, die rare ruitjes. Checkers. Of ruitjes. Dat is, even kijken, deze. Van 64 naar 60. 4. Is 4. Dan hebben we... Die? Er zijn er 2 die je moet invullen bij die. Ja. Dat is 49 naar... 29? Nee. Huh? Zie je mijn scherm ook? Ja, ik zie jouw scherm ook. Maar ik... 49 naar 11. Misschien zijn het gewoon twee getallen. Ik kan het niet uitrekenen. Ik loop helemaal vast op. 49 naar 11 is 38. Dat zijn 3 8 zijn. Oh. Ja, lekker. You should see my exciting games chest. Ik heb dit. Oh, ABC, ADB. Dit weet ik wat het is. Guys, C, ABC, ADB. Ik moet even. Ik heb geen papier en pen. Wacht even. Ik ga naar de deur. Ik heb 2 slides voor in de projector. Stock value. Hey, dit hebben we nodig voor dat ding van mij. Kijk. Puzz. Hier. Ja. Als jij daarmee klaar bent, zou je dan dit ding willen gebruiken? Ah, jammer. Ik weet niet wat A en wat B en wat C is. Wil je de projector gebruiken? Of kijken naar de projecten. Naar rechts, rechts, daar. Dat heb ik nodig. Dan zet ik die van mijzelf ernaast. Even kijken, want bij key staat dan stock value over the last 5 months. Key in april is 15. Maar dat klopt niet. Key 770. Huh? Doe eens aan de zijkant van het ding zit een knop. De hendeltje. Hendeltje. Rechts. Okay, dan komt er wat anders. Bij PUS staat er in juni. Maar hoe komt hij bij 60? Quantity. Nee, er staat stock value. Ja, maar er staat money invested, dus hoeveel er... Ik kan geen woorden. Doe die andere nog eens. Oh, ik klik... Of PUS, nee, laat deze staan. Want er staat bij PUS, er staat in juni 60 en in juli 50. En we zien van juni naar juli gaat hij met 5 omlaag. Ja. Dus dat betekent, als hij met 5 omlaag is gegaan, dan is het aantal 2. Want 2 keer 5 is 10. 2 keer 5 is 10. Dus hij is met 2 omlaag gegaan. De value in juni... is 15. Het zijn er 60, dus heeft hij er 4. De value in juli, daar staat 50. Ja. Het is 10, zou ik zeggen 5 keer 10. Dan hebben we PUS opgelost. In april staat 25, 6, dat kan niet. Pak de andere blaadje er eens bij. Die? Key, daar staat 770.
7 keer 10 is augustus. Dat is de enige waarop 77 kan zijn. Key augustus. Ik moet een blaadje, zit in de weg. Augustus. Dan moeten we alleen nog lock hebben. En de eerste. Mm-hmm. April. Kun je nog eens naar het andere blaadje? In april hebben we 25. Nee, 6. Nee, we missen dia's. Ja, we moeten die slides vinden. Ja. Staat er ook, als je hierop klikt, kan je hierop klikken en zegt hij, could use some slides. Ja, precies. En ik had er 2 gevonden. Maar, ik heb nog informatie wat ik niet gebruikt heb. Want ik heb nu ontdekt wat die guy zegt. Ik moet nog even in de kist kijken. Ja, en wat ik ook nog heb, is in de andere kluisjes dingen, zijn vakjes die we kunnen indrukken. Dit is het antwoord, maar... Ik heb een dia gevonden, projector slide. Oké. Okay. Ik ga hem erin doen. Oké. Okay. Lok. Kun je daar naar kijken, naar lok? Want dan kunnen we de laatste gokken. Lok. dat is... In mei is lok is 5. En dan staat, hij heeft er 8, dus dan is het 40. Want 5 keer 8 is 40. Ik druk de verkeerde knop. Oh. Nou, de heist plan. Head up to my office. Up, down, right, left. Lekker. Ik heb hem. Ik dacht eens dat het wat anders was. Up, down, right, left. Oké. Okay. Hier, let op. Waar let ik op? Waar ben je? Niet? Dan niet. Up, down, right, left. Maar goed, ik dacht dus ook, hier staat ook iets over guys. Er staat op guys only. Ja. En hier staat... Zie je dit? Nee, ik ben in mijn eigen scherm. Guys C, A, B, C, A, D, B, C. Oh. Ja. Oh, up, down, right. Up, left, down, right. Wil jij het doen? Ja, dat is goed. Up, down, right, up, left, down, right. Wee, er is water. Er is een, wat? Er is ook een tweede deur. Ja. Oké. Okay. Hier is een kleurenslot. Er is een spiegel. Ik heb hier een sleutel. Ik heb hier een, ik weet niet wat dit is. Er is een, schuifpuzzel. Ik heb een... Muntjes? Oh, ik heb muntjes. Dat moet in de automaat, in de andere kamer. Oké. Okay. Er is een hoofd. Er is een knop. Ik druk op een knop. Er gebeurt iets. Ja, er komt iets achter jou uit de grond. Look. This cover is too heavy to lift by hand. Daar moeten we iets voor vinden. Oké, okay, ik heb spare change. Ik ga terug naar de andere kamer met de spare change. Ja, dat is goed. Denk ik. Oh, wacht. Hier is ook nog... Oh, hier is insert coin to play. Kijk. Nou, succes. Dit is een flippenkast. Er gebeurt niks. Nee, je moet die dingen compleet maken, denk. Dat snap ik. Oh. Wee. We weten niet wat we moeten doen. Je moet ze allemaal vol, allemaal wit maken. Nee, er staat 1, 2, 3, 4, 5. Ik denk... Nee, daaronder... Je moet kijken hoe hard je... Jawel. Je moet kijken hoe hard je hem afschiet. Ja, kan jij beter doen. Ik moet kijken, als ik hem op 2 schiet, kom ik dan ver genoeg? Ik ga ook nuttige dingen doen. Nee, dan gaat hij naar de andere kant. En als ik hem nu op 1 schiet, dan gaat hij naar rechts. Als ik hem nu op 2 schiet... Green, like a true accountant. Je hebt weer iets gepakt. Ik kan in... Jazeker. Ik kan... Ja, jij zet mijn scherm uit, dus de kijkers kunnen nooit zien wat ik doe. Maar dat geeft verder niet. Je scherm staat er helemaal niet uit. Dat zei je net. Dat zei je net. Ja, net stond die uit. Net stond die uit. Er zijn loopspoortjes. Oh, dat zijn die drukkluisjes die ik net had gezien. Ja. Dit zal wel fout zijn. Ik moet het looppaadje volgen. Ja, dat denk ik ook. Oké.
Hij begint hier. Deze puzzel die ik nu doe, was een puzzel in Puzzle Pirates. Treasure Drop heette dat in Puzzle Pirates. Nu 4 doen. Komt hij daar uit? Als ik heb 3 doe. The Escape is Times. We're a load of bollocks. Bollocks. Wat staat daarin dan? Zegt het jou wat? Nee, wacht, ik ben. Ik heb deze opgelost. Ik heb de kleurcode. Never thought somebody'd best me on my own machine. Oké. 5, 3, 2, 4. Oké, die moet ik hier invullen. 5, 3. Wat hierin? 2, 4. Ik heb een grappling hook. Ah, die kun je hierop gebruiken natuurlijk. Nee. We hebben een kruiswoordpuzzel hier. Hier, ja. Oké. Clues. Manager in brief. Oh, jij kan die letters zien en ik niet. Ja. Manager in brief, chief. Zo of zo? Across, ik kan niet... Across, ja. Zal ik het doen? Oh. Nee. Ja, dan ga ik wat anders doen. Wat hebben we nog meer te doen? Property sales. Ik wil die krant weg. Ik wil die krant wel, maar ik wil niet voor mijn... Heb jij die drukkluisjes al opgelost? Ja. Oké. Okay. Ja, dan denk ik dat we inderdaad die puzzel moeten oplossen. Ik denk dat Chief niet klopt. Want... Ben ik dom? Above the ceiling, below the roof. Met een C. Above the ceiling, below the roof, attic. Ja, maar het begint met een C, dus ja. Dan gaat het wel mis. Nee, dan is het niet goed. Nee, dus dat ik denk inderdaad dat wel klopt. Maar dan gaan we daarmee beginnen. Ja, dat is goed. Maar ik kan niet alle letters zien omdat die krant ervoor zit. Ik ook. Ja, maar als jij mijn scherm uitzet, dan kun jij wel alles zien. Is dat zo? Ja. Oh. Ik heb een bugje. Jij maakt nu attic. Maar chief met een A dan. Manager met een A. Wat weten we nog meer? 2 property sales income met een T, taxes. Ja. Taxes. 4 down is Jagat puntje 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 kid met een X in het midden. Moxie. Wat? Heb je een M? Ja. Moxie. Maar het zijn 5 letters. Moxie. Oie. Ik weet niet wat dat is. Dat is een, weet ik. Ik weet nu ook niet waar ik daarvan weet. Ik weet het gewoon. Oké. Okay. 5 down scent sensors met een F. Oh nee, dat is niet met een F, dat weten we niet. Okay, sensors. Met een C. Noses. Plural. Noses. Wacht even. Die hebben we nu. Chefs. Cooks plural. Ja, chef. Noses. Ja, ja. En dan nog manager in brief met een A. Admin. Ja, lekker. Breekijzer moet je hier op de ding gebruiken. Achter je. Heb ik een breekijzer? In die doos zit een breekijzer. Ik ga het niet open. Bij mij gaat er niks open. Nee, als je die kant nog hebt.
Je moet die krant uit je hand doen. Nee. Ja, laat maar. Ik heb hem. Er gebeurt... Ik heb hem. Geen oplossingsgeluidje. Jawel, ik kreeg hem wel. Ik hoor wat je zegt. Hier, we kunnen naar beneden. Kom. Hoe kom ik beneden? Gewoon naar beneden drukken. Ik druk naar beneden. Die stomme krant wil niet weg. Okay. The entrance to the sewer should be right below you. Ik moet weten hoe we naar binnen moeten. Hier is de entrance to the sewers. We're really heisting. We zijn beneden. Hier zijn weer drukstenen. Er staan streepjes bij. 2, 3, 5, 7. Ik denk dat dat gewoon de indrukvolgorde is. Ik druk op 1. Oh nee, dat is niet okay. De indrukvolgorde. Er staat een streepje. Nee? Zie je mijn scherm? Nee, nu wel. Kijk, dit is 1. Oh ja. Waar is 2? Dit is 2. Hier. Dus rechtsonder. Kunnen we daar iets mee? Inspect. Nee. Waar kunnen we iets met die streepjes? Ik kan die dingen niet indrukken. Oh, hier is een doorgang. Hier is een ladder. Oh ja, hier. Oh, ja. Ja. Als jij de nummers pakt. Oké. 1 is die. Ja. 2. Ja, rechtsonder. Hier? Ja, 3. Yes. Waar is 4? Help. Links. 4. Ja. 5. Yes. 6. Waar is 6? Links achter daar. Yes. 7. Ja, we kunnen klimmen. Ik zit in jouw kont. Lekker hoor. Exit, we zijn boven. This is a robbery, but you already knew that. Now, make sure that grate doesn't lock behind you, or we'll be... Gaat weer wat mis. Guess we're on our own, you. Hier is een puzzel. Ja, en hier is een lift bij mij. Oh. We weten alleen niet wat in is. Case of emergency break glass heb ik hier. We weten niet wat moet zijn natuurlijk. Jawel. Wordt toch gewoon rood op rood, paars op paars en blauw op blauw. Oh nee, ik dacht wat ik aan het doen. Ja, dat is wat jij aan het doen bent. Is dat zo? Ja, je hebt 3 rode blokjes, 3 paars en 3 blauw. Je moet gewoon alles aanzetten, denk ik. Maar ik snap het niet. Ik weet niet wat jij. Ik heb 2 op 2, 3 op 3, 1 op 1 gezet. Maar misschien is dat het wel niet. Kijk eens naar die lampen. Ja, jij kan ook zien, toch? Is dat hoeveel lampen er... Als dat ding op zwart staat, is hij uit? Oh, je kunt ook dat hele ding nog verplaatsen. Ja. Oh ja. Kijk, dan zetten we nu... Als ik die draai... Dan heb ik nu 3 rode aan. Nee, op vakje 3 van rood staat nu aan. Ja. Dat is het. Maar we weten inderdaad niet wat is, volgens mij. 2 en 3 is aan. Ik denk dat we een looproute moeten creëren. Dat we er doorheen kunnen lopen zonder gezien te worden. Dus nu, kijk, kun je er tussendoor lopen zonder in een lamp te komen. Nee. Huh? Wacht, ik deed misschien fout. Kijk. Oh. Ja, kijk, yeah. Ik had gelijk. A couple spotlights aren't gonna stop Eel and Sandy from getting into that vault.
Ah. Ik weet niet waarom ik dit wil. Jawel. Ja, je moet het ding openen. Ja? Hoe dan? Al die rode dingen, die moeten op een of andere manier uit. Makkelijk. Maar ik kan maar één kant op draaien. Ik kan... Oh, die kan ik ook nog draaien. Ja, ja, ik zie het. Huh? Waarom doet dit niks? Die vol is beneden. Oh, dat had ik niet gezien. Hij transporteert, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dus dan moeten we hem zo transporteren. Die kan daar... Nee, die gaat de andere kant op. Die kan daarheen. Kijk, naar links moet je... Zo. Die gaat naar links onder. Die kan ik ook nog daarheen douwen. Kijk, hoe komt dit uit? Dat is niet wat ik wilde. Dit is prima. Je staat nu in mijn beeld. Die kan de andere kant op. Eén keer die kant op. Dan moet ik alleen die bovenste nog weg zien te krijgen. Nee, andere hendel. Die. Andere kant. Zwaar leven. Die. Nee, andere kant. Zo. Zo. Lekker hoor. Nou, hier ligt het blad. Pick up. We kunnen naar de lift. Get to the elevator. Get to the elevator. Oké. Okay. Nou, dan gaat weer wat mis natuurlijk. Oké, hier is een grote puzzelbox. Ik kan wijshandjes gebruiken. Wijshandjes, ja. Ja, ik heb een wijshandje met 1 vinger, 2 vinger, 3 vinger, 4 vinger. Ik ga een bijl pakken. Oh, jammer. Wacht. Deze hebben we... De schroeven. We hebben schroevendraaier nodig. We hebben schroevendraaier nodig? Ja, dan hebben we een bijl. Wacht. Muntjes. Muntjes. Mijn lijn heeft muntjes. Mijn lijn heeft muntjes. Oh. Werkt het? Ja, wacht. Want hier is in case of emergency break glass. Hè? Nothing happened, zegt hij. Ik doe het wel goed, toch? Ik weet niet wat je doet. Ik heb spare change in mijn inventory. Ja. En ik klik op use, maar er gebeurt niks. Ja, dan is dat dus niet wat we moeten doen, blijkbaar. Nee. Maar wat doen die handjes? We hebben wijshandjes. Met 1 vinger, 2 vingers, 3 vingers en 4 vingers. Waar moeten we dat naar laten wijzen? Is daar een logica voor? May all you touch turn to gold. Hebben we een hint die aangeeft? Oh ja, hier liggen 4 goudstaven. Daar ga ik 4 vingertjes naartoe doen. 4 vingertjes naar 4 goud. Zoek goudstaven. Zoek goudstaven. Hier ligt 1 goudstaaf in de vitrine. Daar doen we 1 vingertje naartoe. Hier achter jou liggen er 3. Waar ik sta. 3 is deze. Waar Marjolein staat. En daar helemaal achteraan liggen de 2. Zullen we draaien? Zullen we draaien? Ik heb hem geopend. Er komt een schroevendraaier uit. Door een schroevendraaier. Oh, lekker. En ik heb nog wel handig te doen met mijn muntjes. Wat we in heel veel games hebben moeten gebruiken. Ja, ik wil net zeggen.
Ik heb best goed bedacht voor mezelf. Pats. En nu? Gaan de lift in. Nee, er komt een kandelaar naar beneden. Klimmen. Kijk. Klimmen, ja. Ik klim met jou mee. Ik klim met jou mee. Exit. Hups. Lekker hoor. Ja. Half uurtje. Nice. No more Mr. Heist Guy. Lekker hoor. Collect all four slides. We hadden er maar 3. En look at the stock data skipped. Omdat we de 1 niet hadden. Ja. Lekker hoor. Die hadden we gevonden. Ja. Ja. Lekker hoor. Ja, in my defense. Ik zag niet dat die open ging. Ik kreeg geen geluidje. Ik kreeg wel een geluidje. Jij was ongeduld. Maar mij niet uit. Het is ons gelukt. Ja. Lekker hoor. Sowieso. Nou, ga jij maar eens even op onderzoek uit, meneertje. Nou, dan zijn we weer in onze kamer. Even met jou praten. Ja. Een trap, hè? Dat hebben we gezien, hè? Mhm. Ja. We need to keep our guard up. Oh. Ja, we zijn weer efficiënt bezig. Sowieso. Sowieso. Your partner is still reading. Oh, huh? Ik had het inderdaad niet door. Oké. Go out. We kunnen weer met iemand praten. We kunnen met 2 iemanden praten. Eerst even bij de archives, man. Oi. 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 Ja, we hadden dood kunnen zijn. Nou, inderdaad. Wel een lijpersje. Hij heeft een idee. Die hij niet deelt met ons. Nee. Dat even met de headmaster zelf praat. Geen tijd voor ons. Hey. Oké, nou, bye. Oké. Nou, in dat geval gaan wij in de volgende video naar de workshop. Ja. Dus dan zien we jullie graag weer daar. Joejoe.